De leerlingen van de Sint-Wilhelmus School in het inheemse dorp Powaka mogen dagelijks rekenen op een broodmaaltijd van stichting Evertolf. Dit project wordt uitgevoerd omdat gebleken is dat de ouders van deze jonge dorpelingen het zich niet kunnen permitteren om de kinderen een schoollunch mee te geven. Het uitvoeren van dit project op elke schooldag wordt in stand gehouden met hulp van donateurs. En zoals altijd maken wij wekelijks een verslag. In deze uitzending ziet u een verslag van twee leveringen. Maandag 15 januari, we zijn er weer, de Sint-Wilhelmus School te Powaka. U weet het, als u eventueel ziet en hoort, wil zeggen dat wij hier zijn om de kinderen te voorzien van een goed gevulde broodbeleg. Nou, laat me alvast bedanken, mama T. Renfrum, die ervoor gezorgd heeft dat wij wederom broodbeleg hebben. Maar behalve Renfrum hebben wij ook andere vrienden die ook ondersteunen, zoals Warong Tuti in Nederland en klanten, mama Else Burke, heer N. Kalpu, Stichting Kripam, mevrouw L. Kroles en mevrouw Gomes, mama Joyce, mevrouw Vreug, mevrouw Primwati, Segelaar GG, D. Dulder, mevrouw T. Laurens Holman, P.F. Koenders, heer Vrede, mevrouw Rotsburg, Pocorni Troekennet, Manu Jonathan, tevreden Terborg, mevrouw A. Derveld, heer en mevrouw Tjenatak, mevrouw R. O. Maknak, gezegend tientje en mevrouw S. R. Japayu. Problema no hay can cochublo, pa contra coherente, de na worko fit mala faltrax o mi yere, mami wanta can a la duna dus, canta stay na kill, me que torres canta kiss de brede. Terwijl we bless de pchinja on brede beleg, dat met mi atesari, mi atesari, dat Esther sticht deze oye pas, de no tubaka, no ab nyang, no ab dringa, no kang. Ik vraag me af wat gebeurt er in Suriname. Wat doen de autoriteiten voor deze senioren burgers? Het kan niet, het kan niet. Maar doe een beroep op een tomatief mee. Hoe kan Lucas ook aan Dougie Esther Stichting aan de kang? Het zijn senioren die hard hebben gewerkt, mensen met een beperking, mensen met een lastige situatie die daar wonen. Laten we ze niet pinaren aan de kang. Ik vraag de autoriteiten bij deze Lucas Esther Stichting, Lucas Esther Stichting. Oluku huis Asiana, na dit huis op de biggest mafunde, aan de kang. Alle de matifumi, de donateur matifumi, met axo no oluku, zo kan doe je mingi huis Esther Stichting. Alle de wil luku de pchinja, zo ik de pchin brede beleg. Maar aan de kang dat de biggest mafina. Mo axi de biggest matifumi, voor luku, langa wa anu jimmy ding, mansa gwent, ondersteun 1 voor 12. Hoe langer we aan hoe koe je op huis Esther Stichting. Koe je op huis Esther Stichting. Aan een kang. Aan een kang. We hebben nu een begin dat ramati. Na aanzet. Als sapsuma met takkie. En als hij arki. Als hij luku. Dok. Laten we huis Esther Stichting samen helpen. Kijk er naar uit. Laten we verder gaan om de kinderen te verwelkomen straks. Voor hun broodbeleg. Die ze straks komen halen. En dit doen wij dagelijks door tussenkomst van verschillende donateurs zoals Mimati Renfrum en team. We hebben tevreden Terborg. We hebben mevrouw R.O. Maknak, heer en mevrouw Tjenatak. Gezegend tientje, mevrouw Joyce van der Klei, RF, DHL Francis, Stichting Kripa en daarom Paul B. Bruinder, P.A.F. Koenders, Coordinator Kenneth, Linda van de Hofstraat, Linda en Funny. Warong Tuti, dat is in Nederland, Rotterdam. En Softly Care uit zijn bureau SR Japayu, mevrouw SR Japayu. Ja, ik wil ze allemaal hartelijk dank zeggen dat zij ons blijven ondersteunen voor de kinderen die het heel hard nodig hebben. Blijft u 1 voor 12 steunen, is het waar uw geld naartoe gaat. En ik vraag u, hoe liep 1 voor 12 in de steek? Weet je dat ik land bijna mee, want ik land in de biggest man in de steek. Ik weet niet hoe het komt en wat er allemaal gebeurt in het land. Mensen die hard hebben gewerkt moeten nu pinaren. Anokang.
Nee man, ik vind het verschrikkelijk dat dit zich voordoet man. Terwijl mensen jaren hebben gewerkt, nu in een tehuis verkeren en hebben het moeilijk. Het kan niet. En ik weet niet, ik heb er geen woorden voor. Maar goed, directeur Esther Stichting, Vismalen en donateurs komen binnenkort bij u om de bewoners blij te maken. De mensen die nu naar dit programma kijken, wil ik oproepen. Zet u een dubbeltje op onze ING-rekening. Laat de mensen blij zijn. Laat de mensen wat zien. Laat de mensen wat krijgen. En de njadringi. Morele van mangai njadringi. Weet je, ik kan rekenen naar McDonald's. Ik kan rekenen na. KFC bij een patat of een yang. Maar zij kunnen dat niet. Dan laten wij ze blij maken dan. En waarom moet het zo zijn dat mensen eerst in de media moeten komen. En dan gaat de overheid misschien wat doen. Dat kan niet. Ik roep onze excellentie president Santoki, vice-president Brunswijk, Oluk de Bijuang. Met begun met aktunanga sakafasi, Luku de Bijuang. Ik vind het verschrikkelijk dat ze geen eten hebben. Nee, het kan niet. Foei. We staan hier voor de kinderen. Sorry hoor, dat ik een beetje geïrriteerd ben. Omdat ik het lastig vind, iedere keer lastig vind, dat ze steeds achter moeten raken. Ik mag u ook vertellen dat wij ook achterraken. De overheid heeft ons beloofd om ons te vergoeden voor broden dat we leveren voor de instellingen. Maar tot en met vandaag nada. Ik weet niet wat er gebeurt in het land. Maar ik vind het nog niet zo erg dan voor de senioren. Weet je, we zijn al 3-4 maanden achter met een vergoeding dat we moeten krijgen. Onekiezing. En lastig. Toch? We hopen dat het goed zal komen, net wat de president gezegd heeft. We gaan goede tijden tegemoet. Maar laten we de goede tijden alvast zien. Ik zie dat nog niet, althans, binnen mijn werk. En simpel voorbeeld, Esther Stichting. Gaan we praten over goede, dat ze iets goed zien? Nee, toch? Dit is mijn pina. Nee, laten we Esther Stichting niet in de steek laten en Asiana. Laten we de mensen helpen en laten we kijken wat er vanaf morgen gaat gebeuren. Wat ze morgen gaan eten. Dat is voor mij belangrijk. Ik kijk er naar uit en roep u op nogmaals te ondersteunen voor de seniorenburgers. En ook voor de kinderen die wij hier dagelijks voorzien van een broodje.